Yo gasten van Almost Normal NL, mijn naam is Barend en welkom terug bij weer een nieuwe video. Zoals je kan zien is er een beetje wat veranderd. Ik heb een nieuw bureau gekocht, hij kan naar boven en naar beneden. Ik doe nu naar boven. En dit gaat lang duren, dus hier komt de grap van You Raise Me Up. Ja, deze grap had ik beter even mee kunnen wachten. Maar naast dat is er nog meer veranderd, namelijk we zijn 2 jaar verder en we gaan terugkijken naar beelden die ik 2 jaar geleden heb geschoten samen met Dion. Ik was namelijk net aan het kijken wat er op deze camera stond. De camera waar ik vroeger video's op maakte. En ik vond daar een SD-kaartje in met nog een hele hoop beelden. Deze beelden heb ik bekeken. En naast dat erop staat dat ik gezakt was voor mijn examen die ik daarna wel haalde. Rustig maar, geen probleem. En ik hem gelijk salty uitklik. Weet je wat, we gaan het gewoon even zien. Dag, met Barend van Brink. Dag, Brok. Dag, Paul. Hallo. Hi. Ik heb de uitslag van het praktijkexamen voor jou. Ja. En ik moet zeggen dat je het helaas net niet gehaald hebt. Ai, ai, ai. Ja, het zit hem in kleine dingetjes, maar je bent toch op een paar dingen onvoldoende gescoord. Yep. Dat was sad, ik ragequit ook gewoon gelijk. Maar naast dat was ik samen met Dion en mijn pa op vakantie geweest naar Griekenland. We hadden het helemaal gepland, we gingen allemaal vloggen, we gingen allemaal leuke dingen doen om dit dan weer te filmen. Wat doen we? We filmen op Schiphol, we komen aan en ik film hoe we onze koffers inpakken en that's it, er is niet meer. Dus ik kan er een heel leuk verhaal over vertellen, dat gaat ook gebeuren nadat jullie de vlog hebben gezien. En dan hoop ik wel dat jullie gaan genieten van de beelden van 2 jaar terug. Yo, what's up, y'all? It's your boy van de buurt van de buurt, motherfuckers. Barend in de house en je hoort het en je ziet het. Ben ik nou aan het vloggen? Ben ik nou aan het vloggen? Wat? Hey, Dion, ben je nou... Dion, ben je nou aan het stelen? Wat? Wat? Nee. Hey, maar Dion. Huh? Je stinkt, man. Doe er eens wat aan. Doe het. Ik ga het laten zien dat ik een echte diehard... Doe het voor de views. Doe het. Nou, fuck dat, man. Weet je hoe fucking vies dat is? Het is je boy. Ik kom van onderaan. Zo. Hoe groot is je lul? Dit is natuurlijk wel het beste vlogmateriaal om te hebben in je vlog. Ik ben lekker tegen een kauwgompje aan het piezen. Ligt hierin. Ik ga er ook zeker doen. Terwijl dat jullie aan het kijken zijn, weten jullie dat gewoon wij aan ons piemel zitten. Dat is fijn. Wat een feest. Abonneer. En nu gaan we onze handen wassen. Koop nu onze merch. Link in de description. Ja, is van de Primark. We kopen het daar en we verkopen het voor jullie 10 keer duurder. Mensen. Je bijt nooit op je tong. Eén keer vliegen en dan bijt je op je tong. Barend. Het is geweldig. Dat is een mooi kopje koffie. Het is inmiddels 5 uur. Het is 5 uur, Dion. Het is 5 uur. En we leven nog steeds. We gaan heel casual die camera aan de zijkant tussen een lopende band zetten. Ja. En dan gaan we zo roeien. Voor het shot, dat is leuk. Nee. Wat om 5 uur in de ochtend. Toch? Nou, maar roeien. Ja, zo zag het er dus uit vanaf onze view. Dion! Dion, nee! Verlaat me niet, Dion! Nee! Yes, en toen zijn we gewoon wat random dingen gaan filmen over hoe we het, hoe we het vliegtuig ingingen en zo. En hoe we gingen vliegen. Het was niet heel bijzonder, maar hierboven zie je nu zeg maar hoe dat allemaal een beetje ging. En prachtige shots. Maar toen ineens waren we in Griekenland. Eerste keer voor Dion op Kreta. Busreis, heel interessant. Mooie shots en mooie scenery. Wat doet hij? Ja hoor. Knijterhard, pitten halen. Ja hoor. Waar ligt hij dan? Terwijl we allemaal mooie dingen langs rijden. Is Dion lekker aan het pitten natuurlijk. Wij vinden het echt super leuk om hier te zijn voor de eerste keer. Je kan het ook gelijk zien. Oh, een tunnel.
Oh, en dan gaan we weer. Jezus, laat me zitten. En daar zijn we weer. We zijn onze spullen aan het inpakken. We gaan weer. Later. Tjus. Ja, wat waren we anders, maar wat waren we toch ook hetzelfde, hè? We veranderen niet veel, we zijn nog steeds een stelletje Mongolen. Ik zie Dion alleen wat, veel te weinig. Miss you bro. Wie weet dat het nog goed komt binnenkort, we zien het wel. Komt helemaal goed. Wat was er die gebeurd, die vakantie? Nou ja, als iemand mijn podcast had geluisterd, dit is de vakantie waar ik in ben ontwaagd. Maar naast dat zijn er natuurlijk heel veel andere leuke dingen gebeurd. We zijn lekker uit geweest, we hebben heel veel lekker gegeten. Ik weet nog heel goed, er was één barretje, The Trap heette dat. En we hebben daar gewoon heerlijk genoten van. Alle lekkere... Vooral de alcohol trouwens. Ik moet een heel leuk verhaal vertellen, maar het was vooral de alcohol. Ja, en wat nog meer. Het was eigenlijk vooral veel alcohol. En ik denk dat ik dan wel een beetje onze vakantie wel een beetje heb gehad. Gewoon zon, zee, strand. Valt dat onder zee? Denk het wel. En zwembaden. Lekker veel gepoeld. En we hebben het heel leuk gehad. Ik hoop dat jullie deze video in ieder geval leuk vonden. Om heel even terug te kijken naar hoe wij hem als Mongolen gedroegen op Schiphol. En weet je, wie weet dat ik hem weer eens oppak en dat ik weer eens ga vloggen. Video's zoals dit vind ik ook leuk om te maken. En ik denk dat er binnenkort een nieuw soort format van video's komt. Ik vind in ieder geval deze setup zo. Misschien dat ik eigenlijk gewoon even mijn eigen YouTube kanaal op de achtergrond zo... Kijk eens, alsof ik een echte YouTuber ben. Oh, wow, wow. En wie weet zien jullie mij binnenkort weer op je beeldscherm. Ik hoop dat jullie me leuk vonden. Doe even een blauw duimpje omhoog. Zoals je kon zien had ik ook een scène van mijn opleiding gedaan. Ik kom allemaal nog video van. Geloof me, komt allemaal goed. Abonneer ook even op Dion's kanaal. Dion heeft geen kanaal meer volgens mij. Dion, ga ook weer video's maken. Kom, we gaan YouTube even domineren samen, ja? Dion, laten we dat doen. Alright, dan check ik jullie de volgende keer weer.